Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Studio Feyenoord. Het is vrijdag en dat betekent dat we weer een selectiespeler mogen ontvangen in onze studio. En dat is dit keer een man in vorm, Brian Linssen. Brian, van harte welkom. Fijn dat je er bent. We hadden het erover, je bent nog niet aan deze tafel gezeten. Nee. Het is allemaal weer nieuw. Ja, dit is weer, post-corona. Dit is weer nieuw en ja. Ik moet zeggen, een mooi uitzicht. Ja. Heel erg mooi. Ja, nou, fijn dat je er bent. Hoe is je weekend geweest? Een keertje een weekend vrij af? Ja, nee, dit is wel lekker. Weet je, als je zo'n druk programma hebt gehad, is het wel lekker om een keer een paar dagen vrij te zijn. En dan kan je weer even de batterij opladen. Ja, sommige spelers kiezen dan voor om even snel op vakantie te gaan. Sommigen blijven dicht bij huis. Nou ja, dat is een beetje, de ene keer ga ik even weg, de andere keer niet. Ligt eraan een beetje. Was je er aan toe? Ja, soms ben je er wel even aan toe. Ja? Ja, maar ook even, dat is wel lekker om gewoon eventjes af te schakelen van het voetballen. Ja. En weinig mensen tegenkomen die je herkennen, die over voetbal praten. En dat is af en toe wel eens lekker, ja. Ja, jij schermt je bewust ook af. Je bent niet bewust niet in Rotterdam gewoon. Je vindt het wel fijn om af en toe gewoon ergens in te stappen waar niemand je lastig valt. Ja, maar het is ook gewoon lekker. Kijk, in periodes als het goed gaat, dan krijg je heel veel, eigenlijk soms een beetje onrealistisch veel complimenten. Ja. En als het slecht gaat, ja, dan word je eigenlijk tot aan de grond toe afgebrand. Ja. Ik heb het allebei niet echt nodig. Ik hoef niet heel veel complimenten te krijgen, maar ik hoef ook niet tot aan de grond toe afgebrand te worden. Laat mij maar gewoon steady en lekker door het bos wandelen met mijn hond. En dan ben ik tevreden. Dat opportunisme van de voetbalwereld heel even. Ja, even weg van het circus. Ja. Ja, wat je wel weer meekrijgt nu, zijn ook openbare trainingen. Die waren deze week weer 3 in het stuk. Dan zie je ook kinderen langs de zijlijn met jouw naam erop, dat zie je nu weer van dichtbij. Dat is nou ja, maar mooi. Dat is ook wel leuk. Dan zo krijg je ook wel een bepaalde binding met supporters. Omdat je die vorig jaar heb je dit natuurlijk gemist. Maar dit jaar zie je het veel meer weer. En dat is dat is wel leuk. Dat is veel leuker. Ja, want de waardering zit hem ook in dat soort dingetjes. Dat je jongetjes van 8-9 jaar met jou. Nou ja, maar jou, dat is ook, maar ook shirt, gewoon de mensen die dan komen, die krijgen ook een beeld bij jou als niet per se als voetballer, maar ook als hoe je bent als persoon, zeg maar. Een beetje zoals je een keer een praatje mee maakt. Dat is ook wel, dat vind ik ook wel mooi. Ja, je vorm is goed. Dat werkt natuurlijk ook mee bij de populariteit bij supporters. Wat is dat vorm voor jou? Is dat ergens in te vatten? Dat weet ik niet. Nou, dat straal je uit. Op een gegeven moment dan is het gewoon, laat maar komen en ik doe het wel. En, ja. Je hebt ook fases in je carrière, dat heb ik ook hier bij Feyenoord meegemaakt. Ja, waar je dat je zoiets hebt van, weet ik niet. Als hij dan komt, dan ga je al twijfelen. Ja. En dat gevoel, dat wil je niet. Maar dat heb je gewoon gedurende je carrière, heb je dat. En dat hebben alle spelers. Het moet gaan rollen. Je moet de overtuiging weer in jezelf krijgen. Ja, dat is ook zo. Dan dat gaat ook vooral om intuïtie, zeker bij spelers zoals jij. Als je niet meer hoeft na te denken in je hoofd, dan lijkt het altijd beter en sneller te gaan. Ja, soms is een hele makkelijke kans, wat heel makkelijk lijkt, vaak moeilijker dan een bal die eigenlijk op het oog heel erg moeilijk is. Omdat je dan uit reactie iets doet en dat is vaak beter dan dat je nadenkt over, de keeper staat links, ik moet hem naar rechts. Oh, ja. En dan gaat het vaak toch iets minder. Ja, dat was misschien vorig seizoen wel het geval. Hè? Dat je soms gewoon te veel ging nadenken over dingen waar je normaal gesproken al lang geschoten had. Ja, is dat misschien het grote verschil tussen vorig seizoen en dit seizoen? Ja, dat ook. Maar het zit bij mij ook wel een beetje in het, ik ben wel een gifkikker, zeg maar, in het veld. Die energie krijgt van het afjagen van een kopduel winnen, van duels winnen. Publiekspeler. Dat weet ik niet. Ja. Dat moet iedereen zelf weten. Maar daar krijg ik energie van en dan zit je er ook lekker in. En vorig jaar hebben we dat ook een aantal wedstrijden gehad, maar ook een aantal wedstrijden dat we vrij passief waren. En dan word ik zelf ook passief. En dan ga je uit een passieve houding richting kansen en dan ben je net niet scherp genoeg. Ja, en dit jaar ben ik meer alert en actiever. Omdat die drukker de hele tijd voorop staat eigenlijk. Ja. Doordat je die intuïtie, die scherpte eigenlijk weer helemaal in je hebt, vallen dat soort doelpunten, zoals je 100ste tegen Heerenveen. Dat is eigenlijk misschien wel een mooi voorbeeld van dingen gewoon op totale intuïtie doen. Ja, ook gewoon, maar dit zijn een voetballer iemand die gevoetbald heeft, die zal het ook wel kunnen beamen. Zoiets komt niet in je op. Ja. En ik ben ook niet een speler die veel trucjes doet. In de zin van scharen maken of onnodige trucjes. Maar ik doe wel regelmatig een hakballetje. Maar dat is niet omdat ik het mooi vind, maar vaak gewoon omdat het functioneel is. Ja. Hier ook bij niet
dat ik hem mooi wilde afmaken. Maar op dat moment was dat gewoon het beste. Is dat en wel even dat een split second die in je hoofd omgaat? Dit is the way? Nee. Dat doe je gewoon. Ja. Je loopt naar die bal toe en je ziet dat je hem voorlangs niet kan schieten. En ja, je wil hem toch naar de goal krijgen. Nou, dan doe je dat op een andere manier. Dat was een fantastische goal. Je schaart je daarmee in een illuster rijtje van mensen die 100 doelpunten hebben gemaakt deze eeuw. Huntelaar, Kuyt en Kuffo, Luc de Jong. Ja. Doet dat je wat? Je bent wel iemand die bezig is, of die in ieder geval weet heeft van statistieken volgens mij. Dat wist ik. Ik wist het rijtje, dat kende ik niet. Maar ik wist wel dat ik mijn 100ste goal kon gaan maken. Ja. Doet het wat. Mooi, het is natuurlijk super vet dat ik kan zeggen dat ik erin sta in dat rijtje. Maar het is niet zo dat ik eigenlijk na die dag daarbij na heb gedacht nog vaker. Nee, dat niet. En dan ga je weer door. En dat is ook wel een beetje in het voetbal. We hebben een fantastische baan. We hebben het heel erg goed. Alleen wij kunnen vaak niet genieten van momenten die heel erg mooi zijn. Bijvoorbeeld die overwinning op Slavia Praag met het publiek. Dan zie ik eigenlijk pas achteraf hoe vet het was. Maar op dat moment zelf ben je daar. Omdat je zo in de focus zit en niet. Ja, je hebt niet die beleving als supporter, maar je bent gewoon focussen op je eigen rol. Ja. En dat is eigenlijk wel heel erg jammer. Ja, het is wel een moment misschien zo het maken van 100 doelpunten. Omdat je heel even kort terugblikt op die 100 doelpunten die je hebt gemaakt. Je hebt er een hoop mooie gemaakt ook van die 100. Ja, er zitten wel een aantal mooie bij, ja. Er zitten ook een paar hele lelijke bij. Ja. Nee, maar laat ik het zo zeggen. Ik zag dat doelpunt en toen ben ik even snel gaan kijken naar wat compilaties van jou. En ik heb enorme vlammers van schoten gezien. Ik heb bicycle kicks gezien, maar ik had nog geen hakje ertussen gezien. Nee, dit was de eerste. Ja. En daarom verbaast het me ook dat ik niet die goal of the month heb gewonnen. Ja. Dat verbaast me. Nee, want die goal van Jens, die zie je bijna ieder weekend wel ergens, een volley. Maar zo'n hakje, dat zie je niet zo vaak. Ja, en ook nog mijn 100ste. Nou, het wordt me niet gegund. Het is ongelooflijk. Het wordt me gewoon niet gegund. Ja, niet, staat er maar in, die goal van Brian Lins heeft het doelpunt van de maand gemaakt. Volgens jullie, de stemmers, het is Jens Toornstra geworden. Laten we even gaan kijken. Ja, Jens, het mag geen verrassing voor jou zijn, althans. Je bent in de prijzen gevallen. Je hebt het doelpunt van de maand september gemaakt. Daar komt hij in beeld. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Bedankt voor het stem, allemaal. Nou, ik had toevallig van de week nog met Brian over. Brian heeft ook een mooie goal gescoord. Wij dachten allebei dat misschien zijn goal het wel zou worden. Maar ik ben uiteraard hartstikke blij en volgens mij was het verschil ook vrij duidelijk, toch? Ja, absoluut duidelijk. Dat maakt hem extra mooi, Brian. Ik geef hem een mooi plekje, maar jouw goal was ook was wel mooi, hoor. Je zegt, ik geef hem een mooi plekje. Je moet inmiddels een aanbod bij je huis laten bouwen voor al die prijzen die jij wint. Ja, ze zijn toevallig aan het verbouwen, dus misschien kunnen ze een mooi plekje maken. De openingstreffer tegen PSV. Het momentum in de wedstrijd was heerlijk, hè? Want eigenlijk al in de blessuretijd. Van de blessuretijd van de eerste helft. Ja. En daar kwam die. Ja, het was wat je zegt. Echt een goed moment om te scoren. Vaak vlak voor rust de 1-0. Zeker om een tegenstander mentaal een tikje te geven. En ik denk dat het een hele goede actie was van Marcus. Ik kwam vrij op de 16. Hij gaf een goede voorzet en ik kon hem binnenvolleren. Hoe werkt dat zoeken? Want je ziet Marcus gaan. Die speelt zijn man uit. Die loopt richting achterlijn. Wie hou jij dan allemaal in de gaten en waarom kies je die plek waar je uiteindelijk staat? Nou, die plek kies je omdat het natuurlijk besproken is. En verder loopt er een tegenstander met mij mee, voor mij. Dus die kan niet zien als ik achteruit stap. Tenminste, als hij niet kijkt, ziet hij me niet. En daardoor creëer je net die, wat zal het zijn, een halve seconde extra om iets rustiger te kunnen afronden. En Marcus wist ook dus dat daar ruimte lag. Die zag mij waarschijnlijk. Tenminste, dat hoop ik voor hem. En die legde hem goed neer, dus ik was er hartstikke blij mee. We zeiden het al, je troeft Brian Lins al. Want nog geen paar dagen later scoort Brian een fantastisch doelpunt. Ja. Wat dacht je toen van daar gaat hij?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf niet zo heel erg mee bezig ben over hoe mooi een doelpunt is. Maar ik dacht wel zo, Brian, ik wist niet dat je dat ook kon. het is echt een goede goal. Hele mooie goal, ja. Ja, hij vist wel achter het net. Heb je nog een speciale boodschap voor Brian om het leed te verzachten? Nou, ik wil hem symbolisch wel aan jou opdragen, maar de prijs gaat natuurlijk gewoon met mij mee naar huis. En ik geloof dat hij ook nog in de race is om speler van de maand te worden. Dus misschien win je die wel, Brian. Ik hoop het voor je. Oh, we weten de uitslag al. Ja, van je teamgenoten moet je het hebben, Brian. Ja, die heb ik volgens mij ook op 1% gemist. Ja, klopt dat? Nou, dat gaan we straks nog even zien. Dat mag ik niet zeggen. Dat is nog een kleine cliffhanger voor na de break. Nou, dan ben ik in ieder geval tweede, weten jullie het alvast. Toornstra. Ja. Die kan je af en toe wel achter de bank plakken, om het maar netjes te zeggen. Ja, wat een gozer. Hè. Ja, het is wel een van de beste maten hier bij Feyenoord geworden. We doen alles samen. We wachten op elkaar om naar huis te gaan. Ik zie je af en toe in een golfkarretje. Net als ik aankom, bel ik hem op, waar ben je? Ja, en dan zegt hij, ik ben er over een minuut. Dan wacht ik op hem in een golfkar. En dan gaan we pas naar binnen toe. Ja, we doen eigenlijk alles samen. En het had een prachtige goal. Man. Je reageerde er enorm sportief op. Laten we even kijken. Ja, heel sportief. Wat is dit nou weer? Het is al twee keer dat je naait wat dit jaar. Ze flikken op, man. Dat is wel echt. Hij wil niet meer genomineerd worden. Dat is ook duidelijk. Ja, het is een en al begrip. Maar we zagen wel op andere beelden waar je de kleedkamer in loopt, dat je medespelers hebben wel voornamelijk op jou gestemd. Ja, die hebben mij gestemd. Ja. En ja, ik moet zeggen, dat is ook wel redelijk terecht. Ja. Maar ja, daar winnen we niet mee. Nee. Ik zei het al, de cliffhanger voor Speler van de Maand houden we nog even vast. Dat gaan we bespreken na de break. Tot zo. Hartelijk welkom terug bij Studio Feyenoord, waar bij ons de gast is Brian Linssen. Brian, we zagen voor de break de beelden van de uitreiking van het doelpunt van de maand. Net langs jou heen gegaan tot jouw grote frustratie. Maar we zagen wel dat diezelfde spelers, tegen wie jij je frustratie uit een heel mooi shirt voor jou hadden laten bedrukken. Dat zegt volgens mij wel iets over de eenheid in jullie team. Is dat zo, zoals wij dat als de buitenwacht lezen? Ja, ik denk wel dat dat zo is. Ja. Ik denk... Als je ziet, als je de documentaire hebt gezien, zeg maar, van het afgelopen seizoen. Dat er wel een hele andere sfeer hangt in de groep. Het is heel positief. Iedereen, ja, ik weet niet. Het is inderdaad, de vibe is wel iets anders. Heb jij dat nodig? Ja, ik ben wel een gezelligheidsdier, ja. Ja. Ik vind dat inderdaad wel prettig. Ja, jij draagt ook wel bij aan die sfeer, volgens mij. Ben jij de man die in de kleedkamer af en toe een liedje aanzet, dat soort dingen? Nou, een liedje, ja, in principe met die kippendans wat ik toen heb gedaan. Ja. Dat was inderdaad, dat kwam door een liedje. En, maar ik ben vooral met Jens en wel eigenlijk wel... wat druktemakers, denk ik. Ja, wel, een beetje reuring. Ja, denk ik wel. Ja, en iemand die daar ook vaak bij is, is Guus Til. We hadden het al over de speler van de maandverkiezing. Het ging nek aan nek. Maar zoals je al zei, hij is naar Guus Til gegaan. Laten we kijken. Speler van de maand trofee is voor jou. Van harte gefeliciteerd. Enig idee wie je achter je hebt gehouden, wie er tweede is geworden? Ik gok Brian Linssen. Brian Linssen. Oh. Hij is de gast bij ons in de studio. Ja. Heb je nog een persoonlijk woord voor hem om even een doekje voor het bloeden te geven? Nou, Brian, volgende keer beter. Moet je er net eentje meer maken, denk ik. Ik hoop dat dat gaat lukken, want ik ben uit de startblokken gevlogen. Succes. Bemoedigende woorden van... Die lach, wel een mooie lach. Hè? Leuk, ja. Hè? Leuk ventje, man. Ja, en buiten het veld hebben jullie een klik, maar ook in het veld hebben jullie een klik. Ik denk dat jullie... veel aan elkaar te danken hebben wat betreft de goede seizoenstart die jullie allebei kennen. Ja, nou, ik vind het heerlijk om met hem te spelen. Hij, is, hij vult ruimtes op, hij ziet de ruimtes, loopt in de ruimtes. Het is gewoon een hele goede speler. En ik moet zeggen, wij voelen elkaar wel redelijk aan, maar dat moet wel, uiteindelijk moet dat wel nog beter. Maar ja, ik denk dat het begin goed is en we hebben allebei een positieve energie. En dat is wel nodig en dat is fijn. Ja, positieve energie ook om...
af en toe de kritiek die jullie allebei krijgen weg te stoppen. Ben je daar nog wel eens mee bezig dat het altijd, ondanks dat je scoort, dat het altijd gaat over, is Brian nou wel echt die centrumspits? Ja, op een gegeven moment word je er wel moe van. Dat kan me heel goed voorstellen. Op een gegeven moment word je er wel moe van. Hij is ook bij Maccabi Haifa, mis ik een kans. Ja, en dan krijg ik een vraag, wat had je beter kunnen doen? Ik denk van, ja, wat had je beter kunnen doen? Ja, ik moet die bal in het net zitten en verder niks. Ja. Zo, en denk van, soms ja, is het ook niet moeilijker waarom dan moet dat hè? Weer zo benadrukt worden? Ja, het is niet anders. Ik kan er niet meer terugdraaien, ik weet wel. Maar dat bij iedere kans die ik mis, komt dat weer, zeg maar. Op een gegeven moment ben je er wel moe. Het fijne is dan wel dat na zo'n wedstrijd waar je weet, ik had die kans moeten afmaken, klaar. Dat je een trainer hebt die zegt, ik maak me niet zo druk daarover of Brian die bal nou wel of niet binnen zit. Zeker niet bij Brian, want ik weet dat hij de volgende wel weer gaat maken. Dat vertrouwen, dat krijg je, maar dat moet je ook wel afdwingen. Ja. En uiteindelijk heb ik dit seizoen al een aantal goals gemaakt. Ook belangrijke goals gemaakt. Dus ja, dat is prima. En ja, daar geef je ook de trainer wel vertrouwen door, denk ik. En dat was zo'n gevalletje, Maccabi Haifa lijkt op het oog makkelijk. Maar die bal is voor mij moeilijker dan bijvoorbeeld de goal tegen Go Eagles die ik, of tegen Heerenveen, omdat dat zo in je opkomt. Je zegt, ik zal eigenlijk altijd wel ter discussie blijven staan hier. Ja. Dat lijkt me een vrij onrustige gedachte of zo. Nee, helemaal niet. Want ik trek me daar niet zo heel erg veel van aan. Nee, en daarom vind ik het ook fijn dat ik niet midden in Rotterdam woon, maar gewoon dat ik ook kan afschakelen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het niet helemaal terecht voelt of zo. Dat het altijd daarover gaat. Nee, dat weet ik niet. Maar kijk, vorig jaar heb ik natuurlijk geen goede start gehad bij Feyenoord. De eerste indruk die je geeft, dat blijft vaak hangen. En dat is, dan krijg je een bepaalde stempel. En van die stempel kom je eigenlijk niet meer af. Ook al doe je het 2 maanden goed, dan krijg je altijd nog daarna van, ja, nou eens kijken of hij dat wel een half jaar vol kan houden. Guus Til, die schiet hier uit de startblokken. En zodra dat hij een kans mist of een wedstrijd minder speelt, dan krijgt hij minder commentaar en kritiek dan dat ik krijg als ik een keer minder speel. Maar dat komt dat hij gelijk een andere stempel heeft gekregen. Ja. En dat heeft hij verdiend. En ik heb dat vorig jaar niet verdiend. Het gaat ook veel over die positie als centrumspits. Het feit is dat je al meer dan een jaar op die positie speelt inmiddels. Ja, dus ik voel me nu ook wel een spits, Meer een spits dan linksbuiten. Hink je nog wel een soort van op 2 gedachten? Nee, helemaal niet meer. Omdat ik me nu volledig focus op spits. En eigenlijk ook daar alleen maar wordt ingezet totdat Dessers erin komt. Ja. En dan gaat heel vaak een buitenspeler eraf. En dan word ik zeg maar, ik noem me wel eens de joker. Daar komt een plekje vrij, Brian. Die gaat daar maar staan. Ja. Dus dan ga ik die rol invullen. En de ene keer lukt dat wel beter dan de andere keer. Maar in ieder geval de trainer weet waar hij me ook neer zal zetten. Dat ik in ieder geval keihard zal werken voor het team. Komende zaterdag mag je weer. Dan ga je spelen tegen RKC Waalwijk. Onze Marcia neemt je langs de statistieken die horen bij deze wedstrijd. De Interland Break zit erop en het is tijd om ons klaar te maken voor de wedstrijd tegen RKC. De Waalwijkers komen als de nummer 14 naar de Kuip, terwijl Feyenoord 5e staat met nog altijd die ene wedstrijd minder gespeeld. En RKC is een tegenstander die ons in ieder geval met de thuiswedstrijden goed ligt. Want sinds de invoering van de Eredivisie is deze wedstrijd 25 keer gespeeld. En daarvan won Feyenoord er maar liefst 18. De 25e editie was de laatste wedstrijd van vorig seizoen, die Feyenoord met overtuigende cijfers won. In die wedstrijd speelde Ashraf El Bouchatawi 90 minuten tijdens zijn debuut in de basis. En dit seizoen speelt hij als huurling voor onze aanstaande tegenstander. Een andere goede bekende aan de kant van RKC is hun topscorer Michiel Kramer. En als we naar de statistieken kijken, dan zien we dat Feyenoord zijn 750ste thuisoverwinning in de Eredivisie kan gaan boeken. Mocht dat gebeuren, dan zou dat betekenen dat Feyenoord alle 8 officiële thuisduels van dit seizoen weet te winnen. En dat zou voor het eerst in 35 jaar zijn dat dat lukt. Destijds won Feyenoord zelfs de eerste 9 officiële thuisduels. De Feyenoorder die ik deze week wil uitlichten is Guus Til. Want hij maakte tijdens zijn eerste 15 officiële duels voor Feyenoord al 12 goals. En als we specifiek naar zijn eredivisiestatistiek kijken, dan zien we dat hij in de Kuip 2 wedstrijden op rij 2 keer heeft gescoord.
En als hij dit voor de derde keer voor elkaar krijgt, dan wordt hij de vierde Feyenoorder die dit lukt. Graziano Pelle en John Guidetti staan in dat lijstje en hun goals tegen RKC ben ik zeker nog niet vergeten. En dan de bevrijdende tweede. Dat is toch een mooi wapen. Weer Pelle. En schaken, hè, de voorzet hier. Fantastische voorzet. Goed getimed. Mooie goal. Paul van Boekel fluit zaterdag om 16:30 voor de aftrap van Feyenoord RKC. Als je niet in de Kuip kunt zijn, dan kan je de wedstrijd live zien op ESPN2. En volg ook de officiële Feyenoord social media kanalen om geen seconde van dit duel te missen. Tot zaterdag! Ja, Brian, RKC thuis, Duits tijdstip, 16:30. Dat is weer eens wat anders. Ja, op zich is dat niet erg, want dan heb je nog het hele weekend voor je. Ja. Dat is ook wel een keer lekker, maar ik heb het liefst wel avondwedstrijden. Wat verwacht je van die wedstrijd? Want RKC verliest af en toe wel een wedstrijd, maar altijd heel erg nipt. Nee, ze hebben een goed team. Heel erg geheel. Ze spelen bijvoorbeeld tegen Utrecht ook met 5 verdedigers. Dus ze weten per wedstrijd wel wat ze moeten doen en met resultaat. En het wordt een lastige wedstrijd, omdat het zal een stugge tegenstander worden. Ze zullen niet, denk ik, volle bak druk gaan zetten in de Kuip. Dus nee. In dat opzicht zal het moeilijk worden. Ja. Ja. Mooi blok komt eraan met 2 keer Union Berlin bijvoorbeeld. Als ik zo naar die wedstrijden kijk, dan lijkt het erop, na dit blok weten jullie goed waar jullie staan. Nee, dat denk ik ook. Dan ga je ook al wat verder weer het seizoen in. Dus dan krijg je sowieso een beter beeld van waar je staat. Maar tot nu toe doen we het goed. Maar we kijken... blok voor blok. En dit is weer een nieuw blok. En ja, deze moeten we weer gaan knallen en zorgen dat we de wedstrijden gaan winnen. En het zal niet altijd met heel erg mooi voetbal zijn, maar als de beleving en de strijd er is en de passie wat wij er nu in stoppen, ja, dan weet ik zeker dat het heel erg moeilijk zal zijn voor veel teams om ons te verslaan. Mooi, te beginnen met RKC. Succes zaterdag, Brian. Leuk dat je er was. Dankjewel. En jullie bedankt voor het kijken. Maandag zijn we weer terug op ESPN. Dan gaan we nabeschouwen op die wedstrijd Feyenoord tegen RKC. Bedankt voor nu. Goed weekend en graag tot maandag. Hey, ik moet jullie iets belangrijks vertellen. Abonneer je nu op het Feyenoord kanaal. Klik op het Feyenoord logo. Tot snel.